Fijn dat u zo in grote getale gekomen bent. En we hebben helaas, u mag blij zijn dat u hier kunt zitten, want we hebben helaas ook een aantal mensen moeten teleurstellen die niet meer in de zaal pasten. Ik wil in ieder geval de dames en heren, politici, heel hartelijk welkom heten voor dit debat. Dus we zijn vol verwachting over wat u ons allemaal gaat vertellen. En vooral wat u van elkaar vindt. Allerlei meningen en stellingen die vanavond de revue zullen passeren. En het belangrijkste daarbij is hoe wij hier in Nederland ons voorbereiden op de verdubbeling van het aantal mensen met dementie. Want dat is wat ons te wachten staat. Het is een urgent onderwerp. Dat was het, dat is het vandaag, maar het wordt morgen zeker nog urgenter. En daar gaan we ons vanavond over praten. Nu al gaat er een enorm gat tussen de zorgvraag die dementie met zich meebrengt en het zorgaanbod. Een recent onderzoek van het NIVEL en het VU Medisch Centrum heeft aan het licht gebracht dat partners van patiënten met dementie 4 keer zo'n grote kans hebben om een depressie te krijgen in vergelijking tot partners van mensen die geen dementie hebben. En de vergrijzing zijn door, dus navolgens ook de toename van het aantal mensen met dementie. Dat legt natuurlijk een enorme wissel op onze samenleving, nu, maar morgen en overmorgen nog veel meer. Niet alleen zullen de zorgkosten omhoog schieten, ook zal er nog een groter beslag gelegd worden op de naaste, de mantelzorgers, waardoor die mensen een stapje terug moeten doen uit het arbeidsproces, willen ze tenminste hun zorgtaak goed kunnen doen. Tegenover deze sterke toename van mensen met dementie staat ook de afname van de beroepsbevolking. In 2008, toen hadden we nog 57 potentieel werkenden op iedere dementiepatiënt. En in 2050 zijn dat er nog maar 27. Nou, dat is al een probleem. Hoe gaan we dat oplossen? Alzheimer Nederland werkt al ruim 25 jaar met 52 regionale afdelingen. Overal in het land hebben we een plekje. Overal in het land is er wel een Alzheimercafé. En die werken aan de kwaliteit van leven voor mensen met dementie. En dat kunnen we doen dankzij de inzet. En een groot aantal van u doet dat zelf ook dagelijks. Doet als vrijwilliger een hoop werk voor die mensen met dementie om hun te ondersteunen en om de mantelzorg te ondersteunen. Wij weten dus met z'n allen waar we het over hebben. Als directe belangenbehartiger van de patiënten en hun naasten. Want meer, betere en andere hulp, dat is nodig om te kunnen voldoen aan de vraag naar de hulp van een groeiend aantal mensen met dementie. Over 2 weken dan kunnen we onze stem gaan uitbrengen voor een nieuw parlement. Een aantal van u staat zo hoog op de lijst dat we elkaar vast daarna ook nog zullen spreken. Dus het is maar even wat ik weet. De volksvertegenwoordiging, want daar willen we toch wel heel graag op vertrouwen, dat die zo goed mogelijk kan faciliteren wat er voor mensen met dementie nodig is. En het feit dat u hier bent, is dat u daar met elkaar over wilt spreken, maar vast ook naar de mensen die in deze zaal daar ook een mening van hebben. Uit hun eigen ervaring. Alzheimer Nederland pleit voor een tijdige diagnostiek, daar schort het nog regelmatig aan. Ook voor een duurzame financiering van case management, daar zullen we het vanavond uitgebreid over hebben. En voor aangepaste woningen, zodat mensen makkelijker en langer thuis kunnen wonen, want dat is wat ze eigenlijk allemaal willen. Daarom vinden we Alzheimer Nederland dat dementie in het regeerakkoord moet. Het probleem is nu al te urgent en het wordt dus, zoals ik al zei, met de vergrijzing alleen nog maar urgent. We kunnen en mogen onze ogen hier niet voor sluiten en het is nu dan ook echt tijd om te handelen. Ik wil graag het woord geven aan Donatello Kudas opnieuw en ik zou zeggen een goede avond en wat mij betreft nog het spreken.